Joehoe, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het begint inmiddels echt een beetje herfst te worden. Grijze dagen en ook wat kortere dagen, dus een beetje wennen voor iedereen. Nou, ik ga weer even een rondje boerderij doen. Eens even kijken wat er allemaal te zien valt. Hey Roosje. Kalfje heeft jeuk. Nou, de kalfjes staan er allemaal lekker rustig bij. Hier in de kippenschuur. We noemen dit trouwens de kippenschuur omdat mijn oma hier, dus de moeder van Lu, hier altijd kippen hield. Dus die naam die hebben we behouden. Even kijken hoe het met de kuikentjes gaat. Die groeien al aardig hard. Je kunt al heel goed zien die pluimpjes aan de pootjes. Dat ziet er wel grappig uit. Dat zijn dus de Brahma's. Die uiteindelijk heel groot worden. We zijn hier even een hokje aan het verplaatsen. Vele handen maken lichtwerk. Knuffelhokken worden schoongemaakt en uitgemest. En de caviahokken ook. Weer lekker schoon zaagsel erin. En de kalfjes krijgen ook weer schone hokken. Daar is Caroline druk mee bezig. Het gras bij de buren is altijd groener. In dit geval de kuil. Roosje is al net ontsnapt. Iemand ging het weiland in en het deurtje bleef per ongeluk iets te lang open. Weer het weiland in. Oh ja, tuurlijk. Die van de straat, zeg maar. Het zonnetje komt er toch nog lekker bij vandaag. Hier is een plantenperkje gemaakt. En de eerste kalfjes zitten in de nieuwe iglo's. Ik loop even de tuin in. Even kijken hoe het met Bonnie en Niels is. Bonnie! Niels! In de tuin zien we nog steeds veel mooie dahlia's, ondanks dat het al bijna oktober is. De schaapjes zijn verplaatst, die lopen nu hier in dit weiland. Oeh, jij bent ook niet bang. Die twee donkere, dat zijn de schaapjes van dit voorjaar. Die zijn al behoorlijk groot inmiddels. Deze kleine schaapjes, dat zijn trouwens Ozan-schaapjes. Het kleinste schapenras wat er bestaat.
Kijk eens wat een mooie lucht vanavond. Nou, zoals jullie vast en zeker mee hebben gekregen, speelt corona weer behoorlijk op. Dus wij letten heel erg op alle maatregelen. We maken nog steeds gebruik van vaste routes. Dus dit mag alleen als ingang gebruikt worden, maar niet als uitgang. En iedereen moet bij binnenkomst voor de pauze en lunch de handen ontsmetten. De menukaarten die worden heel vaak weer ontsmet. De deurvinken worden natuurlijk ook heel vaak ontsmet. En wij hebben hier allemaal in de kantine plekjes aangewezen waar de stoelen mogen staan. Zodat het duidelijk is voor iedereen. Op de bank kruisen, waar je niet mag zitten. Buiten zijn ze ondertussen bij de kipjes aan het kijken. Nou, Hedy heeft jullie net al verteld dat er weer wat extra maatregelen. Dat gaat heel goed zo. Oké, poging 6. Nou, zoals Hedy net heeft laten zien, hebben we de regels weer een beetje aangescherpt. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van alle ruimtes die we hebben. In de pauzes, eten in de TSV-vrij in de kantine daar. Maar we zitten ook altijd in de skybox. En we benutten alle ruimtes zo optimaal mogelijk, niet veel wat kouder wordt en we daarom meer binnen zitten. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust, want we willen graag alles aan jullie uitleggen als er onduidelijkheden zijn. Mocht er iets veranderen, dan laten we dat natuurlijk ook aan jullie weten. Voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend.